Maandag 2 oktober werd op het gemeentehuis de app Ongehinderd gelanceerd. Via de app kunnen gebruikers delen welke locaties goed toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke handicap en welke juist niet. Mensen met een beperking die kunnen in die app nu alle gemeentelijke gebouwen vinden. En ze kunnen dan dus ook zien hoe die toegankelijk zijn. Dus bijvoorbeeld kun je met een rolstoel goed naar binnen toe. Kun je daar ook gebruik maken van het rolstoeltoilet. Maar ook informatie bijvoorbeeld voor mensen die slechthorend of doof zijn. Voor slechthorenden die een gehoorapparaat gebruiken is het heel belangrijk dat bijvoorbeeld in een zaal een ringleiding aanwezig is. Zodat ze goed kunnen verstaan wat er verteld wordt. Nou, dat soort voorzieningen zijn in de app te vinden. En dat zorgt ervoor dat mensen dus heel makkelijk die locaties kunnen vinden. Nou, het is leuk om te zien waar het echt goed toegankelijk is. Als je nog eens een keertje weg wilt. En ja, ik hoop dat daardoor ook gebouwen die niet zo goed toegankelijk zijn iets aan gaan doen. Want dat kan soms met een hele kleine verandering. Bijvoorbeeld een deur met een dranger waar je even een elektrische deur van maakt. Dat soort dingen. Overigens hoeven er niet altijd grote aanpassingen gemaakt te worden om mensen met een beperking toegang te verlenen. Soms helpt het verzetten van wat tafels al. Ja, meestal wel zoiets gaat wel. Of mensen zijn zo vriendelijk dat waar het niet gaat, dat ze daar eventjes de dingen voor je aan de kant schuiven, zodat je er toch door kan. Het leuke van de app is ook dat mensen zelf beoordelingen kunnen plaatsen. En met die beoordelingen kunnen ze dan hun ervaringen delen. En door ervaringen te delen met elkaar en door kennis met elkaar te delen, ja, wordt het straks voor mij als Eindhovenaar heel makkelijk om hier in Ede de best toegankelijke plekjes te vinden. En gewoon zonder hindernissen op stap te kunnen.